zijn in het gebouw van de Haagse Stadspartij. En waarom? Nou, het is namelijk de start, de kick-off van het, ja, eigenlijk het campagne van de Haagse Stadspartij. Rijksgebouw De Volharding en we gaan kijken van hoe het hier is, hoe de sfeer is en wat Joris Meijersmullen nog te melden heeft. Kortom, genoeg te beleven en we gaan kijken dus, ja, wat ze te bieden hebben voor de, ja, verkiezingen van 2018 en ja, of je erop gaat stemmen. Ik weet het niet, ik weet niet wat jullie willen, maar we gaan dus kijken en meemaken van wat hier te beleven is bij de kick-off van dus de campagne van de Haagse Stadspartij. Fantastisch dat jullie hier allemaal zijn, hier in De Volharding. De Volharding. Echt een fantastisch pand hier in het midden van de stad, midden in het popcluster, aan de rand van het oude centrum. En het oude centrum, dames en heren, is de plek, is de buurt, is de wijk waar de Haagse Stadspartij 20 jaar geleden is opgericht en is ontstaan en is opgebloeid. En hier gaan wij nu de start van de campagne vieren met elkaar in een pand wat is ontworpen als mediafaçade. Het was echt de eerste mediafaçade in heel Nederland. Echt een pand wat is ontworpen voor propaganda. En dan is het volstrekt logisch dat de Haagse Stadspartij in dit pand, natuurlijk ook cultuurhistorisch erfgoed, een rijksmonument, een heel bijzonder monument van de nieuwe bouwkunst. Maar ondanks de verwijzingen naar de stijl is het ook een pand wat niet in een cultuurhistorisch hokje ter plaatse valt. En dat is bij uitstek de plek waar de Haagse Stadspartij thuis hoort, hier in het midden de stad, hier in Den Haag. Welkom bij de leukste en de beste partij van de wereld. Welkom bij de Haagse Stadspartij! En we zijn hier natuurlijk omdat er een feest van de democratie gevierd gaat worden. Op 21 maart zal iedereen hier in de stad, zullen jullie, maar zullen ook alle bewoners hier in Den Haag weer opnieuw invloed kunnen uitoefenen op dat gemeentebestuur. En die invloed, dames en heren, dat is iets waar de Haagse Stadspartij al vanaf het begin van haar bestaan al 20 jaar voor staat. Al 20 jaar alles voor de stad, al 20 jaar politiek van onderop, al 20 jaar ons best doen om de bewoners invloed te geven op het gemeentebeleid. En wij hebben afgelopen 4 jaar hebben wij die voet voor de bewoners tussen de deur gekregen. We hebben de afgelopen 4 jaar deel uitgemaakt van het Haagse College. En het Haagse College heeft onze inzet, vertrouwen op Haagse kracht, als motto genomen. En dat is fantastisch en er zijn ontzettend veel plannen uit voortgekomen. We zijn er nog lang niet, het is een cultuurverandering. En vertrouwen op Haagse kracht doe je niet in 4 jaar. En vertrouwen op Haagse kracht moet je altijd doen, dan moet je blijven volhouden, moet je doorzetten. Maar dat kan alleen met een lokale partij in dat college. Dat kan alleen met de Haagse Stadspartij. En dat, dames en heren, staat ook op het spel bij de komende verkiezingen. Den Haag is een grote stad, een stad, een snel groeiende stad. Staan voor enorme uitdagingen op het gebied van duurzaamheid natuurlijk. Op het gebied van de woningbouwopgave. Op het gebied van de ongedeelde stad. De Haagse Stadspartij staat voor een stad waar voor iedereen gelijke kansen zijn. Zowel in de woningmarkt. Dus wij willen ook goedkope woningen in de duurdere wijken bouwen. Niet dat we daarvoor in duurdere wijken gaan slopen. Maar waar de kansen zijn, moeten we ze goed verdelen met de stad. Zodat iedereen hier in Den Haag zijn kansen kan pakken. En een goede plek in die samenleving kan opbouwen. Daar staat de Haagse Stadspartij voor. En die keuze, die kunnen we vooral maken op 21 maart, omdat dan bepaald gaat worden of we weer terugvallen van voor de crisis, of we weer terugvallen dat we met grote partijen, grote instituties van alles gaan doen, of dat we doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen, dat we doorgaan om samen met de bewoners die maatschappelijke problemen op te lossen. En wij hebben dat gedaan op verschillend gebied. We hebben dat gedaan op het gebied van duurzaamheid. De Groene Mint, een fantastisch initiatief, ook weer ontstaan in die bakermat van het oude centrum.
vanuit de traditie van de blauwe aanslag, vanuit de traditie van de pander, vanuit de traditie van de waterspin, hebben bewoners zelf het duurzaamste, neutrale, gasloze wijk in Nederland ontwikkeld. En dat is de manier waarop de Stadspartij allerlei gebieden met bewoners nieuwe stappen wil zetten. Wij doen dat natuurlijk ook op het gebied van de sociale huisvesting. De Roggeveenstraat, een straat die gedoemd was tot sloop. Maar met de Haagse Stadspartij en het college, met vertrouwen op Haagse kracht, met de wooncorporaties, ook in het Rijksbeleid verankerd door Adrie Duivenstein, daar ben ik hem zeer dankbaar voor, hebben wij dat hier in Den Haag als eerste in Nederland mogelijk gemaakt met de Roggeveenstraat, met de inzet van de bewoners. En zij gaan nu die woningen die van Haag wonen waren van de corporatie overnemen en helemaal zelf beheren. Dat gebeurt in deze stad, in Den Haag, met de Haagse Stadspartij in het college. Die Haagse kracht. Gisteren mocht ik nog de sleutel overhandigen in Ockenburg. In Ockenburg, een verwaarloosd landgoed in een beschermd natuurgebied waar de buurtbewoners het heft in eigen handen nu hebben, omdat die buurtbewoners zich hebben georganiseerd en al in staat zijn gebleken om daar die ontmoetingsplek waar Loosduin zoveel behoefte aan heeft, om die vorm te geven. Ik noem hier een paar voorbeelden van concrete zaken die onder mijn verantwoordelijkheid, die met de Haagse Stadspartij in het college, hier gewoon deze periode zijn gerealiseerd. Ik kan nog veel meer voorbeelden noemen. Ik kan ook noemen dat naast wat we in het college hebben gedaan, die Haagse Stadspartij in dat versplinterde politieke landschap als bestuurspartij in de fractie, in de gemeenteraad, daar ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld om ook vanuit die kant te zorgen dat met een open bestuurscultuur er veel meer mogelijk was in deze stad. Die Haagse Stadspartij is echt pure noodzaak om deze stad te besturen in dat splinterende politieke landschap. Dat staat ook weer op het spel bij de komende verkiezingen. En wat ook op het spel staat bij de komende verkiezingen is ruimte voor de spelende mens. Ruimte voor culturele ontwikkeling. Cultuur, dames en heren, is essentieel in een grote stad als Den Haag. Zeker in een groeiende stad, zeker in een veranderende stad, moet je investeren in cultuur. Moet je investeren in het hart van het Centrum voor Cultuur. En dan moet je daar ook voor gaan staan. Ook al krijg je daar heel veel gedoe over je heen, dat wisten we van tevoren, maar het is zo belangrijk dat de stad ook op dat punt verder brengen met elkaar in het spuikkwartier voor iedereen met een groen spuiklijn, met sociale woningbouw, maar vooral ook met de investeringen in cultuur en onderwijs in het hart van de stad. Maar we doen het niet alleen in grote theaters, we doen het juist ook in het makersklimaat, in de kunstenaars, dat doen we met broedplaatsen, Maakhaven, de besturing, hier om de hoek, de Great Space in de middel. Zo zijn er nog heel veel broedplaatsen ook de afgelopen periode hier tot stand gekomen met het cultuurbeleid ruimte voor de spelende mens. Want het is zo essentieel dat we juist ook op andere manieren met elkaar die verschillen overbruggen, met elkaar die identiteit ontwikkelen en met elkaar ook al die talenten die iedereen in zich heeft, juist ook de kinderen in de stad, hebben cultuur nodig, hebben cultuureducatie nodig. Dat doen wij met ons beleid hier en dat staat op het spel en daar zitten wij als Haagse Stadspartij op in. En dat doen wij niet alleen. En ik zie ook dat wij dat met heel veel mensen ook de komende periode gaan uitdragen hier in de stad. Wij zijn een lokale partij, dus wij zullen inderdaad die stad weer, zoals gebruikelijk, ook op alle hoeken en gaten laten weten waar wij voor staan. Laten weten dat die Haagse inwoner met de Haagse Stadspartij inderdaad in het bestuur ook verder komt. En daarom zitten we hier in het campagnepand, in het centrum van de stad, super zichtbaar. En dit campagnepand is ook de plek waar jullie, want jullie gaan natuurlijk allemaal de benen onder je lijf vandaan lopen om voor die Stadspartij te zorgen dat wij een goede uitslag gaan realiseren bij de komende verkiezingen. Dat gebeurt hier. Dat gebeurt hier in de coördinatie. Hier ontmoeten we elkaar. Hier zit het campagneteam. Je kunt je inschrijven met formulieren. Je kunt je inschrijven om te gaan flyeren. Misschien heb je wel hele andere creatieve ideeën om een bijdrage te leveren aan onze campagne. Dat wordt hier allemaal georganiseerd. Deze plek is de samenzwering van Haagse Stadspartij om de stad met de verkiezingen verder te brengen. En ik hoop dat jullie daar allemaal jullie bijdrage aan zullen leveren. En wij doen het niet alleen, want we doen het ook met die fantastische kandidaten op de lijst. En hier ziet u al de portretten van de top 10 van die mensen die die diversiteit ook in de Haagse Stadspartij in de stad representeren, die juist die onderwerpen die ik heb genoemd, het tegengaan van die sociale ongelijkheid, de duurzaamheidsopgave, de energietransitie, het etnisch profileren, zorgen dat Den Haag internationale stad van recht en vrede
een internationale stad van recht en vrede voor iedereen is. Natuurlijk als het gaat om monumentenzorg, als het gaat om die open bestuurscultuur. Natuurlijk als het gaat om armoedebestrijding, om te zorgen dat juist ook sociaal gezien iedereen kansen krijgt in deze stad. Natuurlijk dat we met die beperkte ruimte die in Den Haag er is, we de mogelijkheden vinden. Daar hebben we ook ruimtemakers voor op onze lijst staan. Natuurlijk vanuit onze eigen wijze geluid. En natuurlijk als het gaat om te zorgen dat het stille strand het stille strand blijft. Dat de fiets en het openbaar vervoer de ruimte krijgen in deze stad. En dat er meer groen wordt toegevoegd aan de stad. Dat doen wij met onze kandidaten. En wat wij ook gaan doen, dames en heren, en dat gaat dadelijk hier aansluitend, want we gaan hier nog vooral met elkaar verder praten. Vooral met elkaar verder bouwen aan die campagne. Maar wat we ook gaan doen, en dat is bitter ernst, wij gaan ook dadelijk met andere partijen, met andere bewegingen, zoals Fossielvrij, gaan wij onze solidariteit aan Groningen betuigen. Want de Haagse Stadspartij staat voor een gasloze stad. Daar willen wij in investeren. Wij willen investeren in andere energiebronnen. Maar we willen vooral ook onze solidariteit betuigen aan al die Groningers die te hoop lopen tegen die landelijke politiek, die daar nou eens een keertje een vuist tegen maken. En dat is precies ook wat de Haagse Stadspartij doet. Ook wij lopen te hoop tegen die landelijke politiek. En dat gaan we straks samen met allerlei andere mensen en partijen, bij Haagse Harry natuurlijk, hier voor de deur, gaan we dat statement maken uit solidariteit voor Groningen. En zo gaan wij dus een prachtige campagne in. En ik hoop dat wij dat feest van de democratie, en als het goed is, daarna bevestigd met opnieuw die voeten tussen de deur van het college, gaan wij Den Haag verder brengen. En ik hoop en ik reken op al jullie inzetten daarbij. Ik zie jullie terug in de volharding! Dit was dus de start, oftewel de kick-off van de campagne van Stadspartij Den Haag. Joris Wijsmiller, hij heeft het een en ander beloofd en vertelt wat hij gaat doen. Ik ben benieuwd of hij dat gaat waarmaken. En ja mensen, wij gaan er weer vandoor. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En ja, tot de volgende aflevering. Ciao.